Ik heb een wachtlijst. En het bijzondere is dat er wonen hier mensen 20, 30, 40 jaar. Die rijden hier elke dag langs die muur. Die zijn nog nooit op de Joodse begraafplaats geweest. En het is gewoon een eye-opener voor ze. Je vraagt je dan hier af. Waar zijn al die stenen gebleven? Want het is één steen, akkervol graven. Het was het rampjaar. We werden door de Fransen, hadden het hier voor het zeggen. En die hadden om hun kanonnen te verplaatsen op deze gronden. En daar kanonnen op te zetten. Om te schieten hadden ze wat steen nodig. En dat was hier ruim voorradig. Dus die hebben al deze stenen weggehaald. De grootste Joodse begraafplaats van Nederland is te vinden in Muidenberg. Er liggen hier maar liefst 45.000 mensen. Je rijdt er zo vaak langs. En je wil eens weten precies hoe het in elkaar steekt en wat de gebruiken zijn om in de Joodse cultuur mensen te begraven. Dat is gewoon geïnteresseerd. Nou. En hoe lang woon je al niet in Muidenberg? Ik denk meer dan 30 jaar. En waarom kom je dan eigenlijk niet? Nou, ik zelf dacht dat het altijd verboden terrein was. Dat heb ik eigenlijk altijd gedacht. Ja. Ja. Het is een bijzondere plek voor Harry. Vroeger kwam hij hier altijd voor de begrafenissen van zijn familie. Dit is de vader van mijn vader. En dat is zijn vrouw, mijn oma Esther. En nu hij zelf alweer bijna 50 jaar in Muidenberg woont, heeft hij een missie. Als ik hier rondloop, heb ik toch zoiets van, misschien een bijdrage leveren aan de geschiedenis. Te meer ook, omdat je hier heel veel herinneringen aan de Holocaust hebt. Po de Muna. Hier ligt verborgen begraven. Hoe deed Harriet? Ja, op z'n Harry's. Een beetje laid back, chaotisch. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, echt leuk. Ja. Heb je nieuwe baan erbij? Ja, een vrijwilligersbaan dan. Hè? Ja, ik kan natuurlijk ook heel pathetisch zeggen, mooie afsluiting van mijn leven. Om rondleiding op een Joodse begraafplaats te geven.